Ik ben geen vrouw die heel veel aandacht eist, of haar prestaties van de daken krijst. Nee, liever iemand die een dienst bewijst. Dus waarom ben ik hier? Voor hem die ons bedrijf heeft groot gemaakt en nu nog steeds van enthousiasme blaakt. Voordat we hem voorgoed zijn kwijtgeraakt. Juist daarom zit jij hier. Ik sleepte heel wat koffie voor hem aan. Ik heb wat bij die automaat gestaan. Omdat hij daar zelf niet mee om kon gaan. Oh, waarom zing ik hier? Voor wie ik elke dag paraat moest staan. Ja, wat ik corporate al niet heb gedaan. Maar wij zijn samen altijd doorgegaan. Juist daarom zijn we hier. Die regelmatig heel veel van je vraagt. Vooral op het laatste ogenblik. Die iemand heel charmant de kast opjaagt. Wie dat het beste weet, ben ik. En overal aan het werk, op elke plek. In auto, vliegtuig of hotel. Aan onderwerpen heeft hij nooit gebrek. Hij schakelt ook behoorlijk snel. Als hij een fout of domme pech ervaart, dan gaat zijn woede met gevloek gepaard. Maar daarna is meteen de lucht geklaard. En daarom zijn wij hier. Die op de kleinste zaken voortborduurt. En mij tot 's avonds laat heeft aangevuurd. Ik heb hem wel eens 's nachts naar huis gestuurd. En daarom zijn we hier. Hij heeft mij elke dag zoveel geleerd, maar ik moet nu verder zonder hem. En wat een ieder ook van hem beweert, aan mijn waardering geef ik stem. Ook in het weekend ging je voor de zaak, want Harry's deadlines waren strak. Een schone tak met mergpijp en vruchtgebak. For all the things that you have made come true. For your contagious sense of humor too. And for the strength in every inch of you. That's why we are all here. Arcade staat bij jou voor goed in het krijt. Jij hebt de club naar de top 10 geleid. Jouw wilskracht, maar ook je toegankelijkheid. Jou missen gaan we wel. Naast al je vrolijke luidruchtigheid.
beloof ons dat je het bericht verspreidt. Voordat je straks weer naar Zuid-Frankrijk rijdt. Dat jij ons ook zo mist. That you are missing us. Ine Meijer en Joost Sloten. Het mooiste van zo'n middag, en daarom heb ik zo ontzettend veel respect voor de cultuur bij Arcades om het zelf te doen. Het mooiste is dat het even misgaat. Ze zetten gewoon een octaaf te hoog in. Het is net een trapezenummer, want je bent dubbel blij dat het lukt daarna. Ja, absoluut. En het is toch fantastisch om dat zo met eigen mensen te doen. En zowel Joost als Ine, die hebben het een keer eerder gedaan. Bij mijn 25-jarig jubileum zijn ze ook allebei opgetreden. En dit is natuurlijk helemaal fantastisch. En zoals je al zei, dit is echt kenmerkend voor onze cultuur. Ja, en niet met blaadjes, hè? Heel knullig zoals op bruiloften vaak gaat, maar gewoon pats uit het hoofd. Zo is het. Zo is het. Strak, mooi.